Deze nieuwsuitzending is bedoeld voor het slapen gaan. De bedoeling is dat je luistert naar mijn stem. En ik heb een bandje klaarstaan. Daar gaan we mee lachen. Even lachen voor ze. Ik kan me lachen bijna niet inhouden. Goed, ik weet wat er komt namelijk. En we gaan kijken, dat zie je momenteel in beeld. En je hoeft het beeld helemaal niet te kijken. Even te kijken wat er staat. Alan Watt. Deze uitzending is van 1 april 2018. En Alan Watt, die woont in Canada. En waar die man van leeft, dat weet ik eigenlijk niet. Van de donaties of zo. En hij is echt heel droog, hè. Daar moet je even aan wennen. Ik denk niet dat hij momenteel omgaat met een vrouw. In die tijd dat ik nog elke dag zo'n beetje naar hem luisterde, had hij een hond. Wie heet die hond ook alweer? Op het einde, dan noemde hij altijd die naam van die hond nog. Ik ga even verder de slappe lach krijgen. En we beginnen met het nummer van, wat is dat? Dat is Royalty of zo. Met die geweldige saxofoon solo erin. Wat ik ken, ja, Jeffrey. Ja, hij schiet me zo wat te binnen. Maar als jij die saxofoon hoort, weet je gelijk over welk nummer ik het heb. Ja, of je bent een dombo, dat kan ook. Je hebt me nooit wat geleerd hoor. Komt-ie. Voor de grap doe ik hem even fullscreen, ja. Hi folks, I'm Alan Watt. This is Cutting Through the Matrix on the 1st of April, 2018. I'd like to start off by hoping you're all getting through this winter. Still winter where I am, and of course, the winters are getting longer and longer because of global warming. Dat was een goede grap. Je moet goed opletten. De winters worden alsmaar kouder vanwege de globale verwarming. And it's the same all over Europe, or a good part of Europe, by the way. I think even Britain's still under snow this weekend as well, as we speak. As I say, you know, once we pay all this carbon taxes and so on, it'll magically disappear, apparently. Voor diegenen die geen Engels kennen. We betalen al die CO2-belasting en die verdwijnt op magische wijze. Of course, that's a big lie too, because it's a big agenda to control the planet and everything on it and everybody. It's a big eugenics technique, basically, to give the authorities, which are all set up and running different departments, of what they call governance now. That's all these agencies tacked on. Dat is ook zo, hè? Het is heel eenvoudig, namelijk. One big joke. Als er een feest moet komen, moeten daarvoor mensen aan het werk. Zonder feest, zonder werk geen feest. Er moet een voorbereiding zijn. En dan heb je dat slag mensen. En die zeggen van nou, we begrijpen het idee. Dus er moet eerst gewerkt worden voor een feest. Nou, ja, ik kom wel feesten. Ja, maar er zit iemand anders van. Ja, maar als jij alleen maar komt om te feesten, ja, dan word je uiteindelijk geweigerd, want je werkt niet mee aan het feest. En dan denk je, kut. Dan moet ik zelf gaan werken voor een feest om te mogen feesten. Nee, maar daar hou ik niet van. Ik wil met mijn iPhone in de rondte lopen, want ik ben prinses Wilhelmina Alexander. En ik wil een internetconnectie. Party toe toe toe, party toe toe toe. I'm driving in your car. I turn on the radio. Nee, die lui bereiden ons.
That's the woman riding the beast. En Alan Watt is niet zo'n bijbelgelovende christen. En hij ziet er nog steeds ontzettend goed uit. Vind ik. En hij woont ergens in een kotje als de eerste beste Johannes de Doper. Levend van niets. En Alan Watt, die kan echt negatief zijn, jongen. Maar dat is zo geinig. Kom nog even een paar keer van hem. Hè? The government which you don't vote for. Which is... Ja, goed. The government which you did not vote for. Dat is waar. Kom op, ik ga even verder de slappe lachen luisteren naar Alan Watt. For depopulation, for ontvolking. De overheid is bezig met ontvolking en iedereen vindt het wel best. Rid of homogenous cultures across Europe and elsewhere. Ja, precies, ja. Het moet allemaal divers worden. Dus geen homogene culturen meer. Daar zijn we helemaal beu van. Want stel, maar hallo. Als we toch even negatief mogen zijn. Even de problemen recht onder ogen zien. Hè? Wat hebben we aan Denemarken? Waar al die Denen zeggen hotskilwotskibotsch. Wij doen dat altijd zo. Dat moet je toch niet? En wees eerlijk. Je wil voor die Denen zorgen. Want die Denen die zijn toch zo arm. Hè? En ook in Italië. Daar maken ze kaas. En ik weet niet of jij dit wil eten. Met van die maden erin. En maar dat kan niet hoor. Want als de Italianen voor Italië gaan zorgen. Ja, nee, dan loopt alles uit de hand. We moeten Denemarken al onder controle houden. En die Zweden kunnen er ook helemaal niks van. Alles onder controle. Ja, waarom? Wat hebben die Italianen en die Denen of die Oostenrijkers nou fout gedaan? Part of it, quite open about it in very old articles and even more recent ones too. The agenda's going very, very well according to plan. So to control it, the whole system into austerity, where you will consume less of all kinds of things you'd be trained to. Austerity is armoede. Hè? Dus het idee van wat ze uitgeprobeerd hebben in Zuid-Amerika was dat het eerste. En daar waren ze nog redelijk rijk. Weliswaar moest je de hele dag 50 uur in de week in de rondte. En dan hartstikke heet. Maar je had nog een kotje. Dat was eigenlijk wel geinig. Dat was te doen. En waar die mensen geen besef van hadden, was dat het werk wat ze leverden, dat werd omgezet in diamanten. Letterlijk. En daar wisten die Zuid-Amerikanen helemaal niet. Die dachten dat die Jezuïeten er waren gekomen om hun te helpen. En later werd dat Auschwitz. En Auschwitz was grover hoor. Die gaskamer is dan gebouwd volgens de historici. Dus de gaskamer die wij als monument nog hebben, die is gebouwd in 1946. Dus die Duitsers, die hebben voordat ze helemaal onder de voet gelopen werden, totaal afgesproken van alle kanten. Want de Amerikanen kwamen eraan, de Russen kwamen eraan. Ja, toen moest de hele boel opgeruimd worden en toen hebben ze al die gaskamers laten verdampen. Dat is dan de officiële theorie, denk ik. Er zijn geen stenen van gaskamers gevonden, ook geen tekeningen, helemaal niks. En dat was een stuk lulliger dan in Zuid-Amerika. Wat ik heb gelezen op internet is dat die SS'ers, dat is een afkorting, een raar Duits woord,
Maar die SS'ers die waren verantwoordelijk voor het beheer van die concentrationslager. En dat die op het einde zeiden tegen de bewoners van ja, wij gaan pleiten. En je kan twee dingen doen. Je blijft of op je luie reet zitten. En dan hopen dat die Russen het leuker doen voor jullie dan wij ooit gedaan hebben. Of je loopt met ons mee. En wij hebben ook geen eten meer. Maar dat wordt wel marcheren. Zo hebben ze ons verarmd. Dat is de verarming van de mens. De redition. Zo heten die kampen in Zuid-Amerika. Reditioneren. Verminderen. Leer je taal. To save yourselves and the world through a lot of fear-mongering, etc. You'll be brought down into it step by step by scary, scary stories and scary scenarios to make you conform. And of course, the children are getting taught it in school, so they'll adapt quite happily into it. It's quite interesting that recently, in fact, you find that in Britain, for instance, you'll find politicians even saying recently, the other day, in fact, in the paper, maybe Mr. Clegg himself, that he just wished that the older folk would die off. He said that. Just die off, and they could stop this Brexit nonsense, etc. And all the other things, of course, the older folk who haven't been totally brainwashed are complaining about, such as the weather modifications, things like that, you see. That's what they all think of the people. They just die off, because the young ones are totally brainwashed. They're quite happy. They've got all the sex and drugs of any previous generation, and all the electronic toys, too, lots of cheap entertainment. They won't complain about too much. Once they're stoned, and they legalize drugs all over the place, people who are stoned tend not to demonstrate or complain about very much. And that's all part of the agenda as well. Ja, dat vind ik ook wel grappig. Ik rook wiet. En ik demonstreer. Dan zeggen mensen tegen mij van, ja, over het internet van ja, maar ik kan wel horen dat je wiet gerookt hebt. Ja, hier gaat Alan Watt even te ver. Vind ik. Wiet roken, alcohol drinken, heroïne spuiten. Heb je nog meer? Ik heb ecstasy ook gedaan. Is toch prima? Van ecstasy krijg je geen puistjes. Ik ben ook voor de legalisatie van alle drugs. Dat maakt mij niet uit. Siankali-pillen mogen wat mij betreft bij de drogist liggen. Mag ik 10 Siankali-pillen? Ja, natuurlijk. Het is maar hoe je dood wil. Maar je gaat van tevoren altijd nog even aankondigen bij de drogist dat je Siankali-pillen wilt. Dan heb je toch van tevoren aangekondigd. En dan zeg je tegen iedereen over Facebook van nou, ik heb 10 Siankali-pillen in huis genomen. En ik heb nog een laatste avondmaal in gedachten. En wie komt er in mijn verwachting binnen? Of blijven jullie allemaal weg? Want dan is het ook goed. Hè? Als we erover eens zijn dat je op mij niet hoeft te mopperen. Je hebt me niks meer te vertellen. Nou, doei, doei. Ik heb er 10 in huis en eentje is genoeg. En dat kost een Siankali-pil. Wees eerlijk. De Rijn zit helemaal vol met kalichloride. Kaliumchloride. Dat komt uit die zoutmijnen uit Frankrijk. Dus die kali, die heb je zo. Ja, en een beetje cyanide erbij. En cyanide is niet zo moeilijk. Dat is koolstof en stikstof met 3 bindingen. Die pillen kosten niks. Inclusief verzendkosten en een leuke een dingetje eromheen. Is dat, wat moet het kosten? Inkoop, 8 cent. Gewoon vrijgeven. Want kaliumcyanide is helemaal niet dodelijk. Dan wil je een klein beetje van nemen. En dan denk je, wow. En je partner zo tegen jou, van wat lig jij nou achterover? Ja, zei ik, heb net kaliumcyanide genomen. Oh, zegt die ander. Oh, nou, dan laat ik je even met rust.
Kaliumcyanide is helemaal niet giftig. De reden daarvoor is, er is geen gif. Eerste wet van de toxicologie. Het is slechts de dosis. En bij alcohol is dat 2 à 3 flessen rode wijn per dag. Als je daarboven gaat, dan krijgen we een probleem. Al was het alleen maar om al die lege flessen weer terug te brengen naar de glasbak. Maar 2 à 3 flessen rode wijn per dag. Ja, ik zou niet weten waarom dat giftig is, hoor. Echt niet. Maar Perry, nu klets je uit je nek. En trouwens, je zit alleen maar te ouwe hoeren van onderwerp naar onderwerp. Ja, natuurlijk. Wat wil je het anders over hebben? Want jij moet in slaap vallen. Telkens weer wat nieuws. En die overheid die zit ons een beetje te bedissen. Ja. We maken ons zorgen over de bevolking van Noord-Groningen. Want die schenen af en toe ruzie te hebben met de Friese. En dan moeten onze politieagenten er naartoe. En dan komen die politieagenten van ons. En dan worden die politieagenten de tent uitgejakkerd. Ja, dat is mijn probleem niet. Als die Groningers ruzie krijgen met die Friese. Gewoon laten gaan. Dat maakt het uit. Ja, maar is er dan eentje die heeft een gun en die schiet een ander dood en dat geeft ziektekosten. En amen. Dat betalen die Groningers maar en die Friezen. Of ze laten iemand, wordt een Fries doodgeschoten door een Groninger. En als die Friezen dan niet zin hebben om de ziektekosten voor te schieten. En ze laten die jongen ergens verrotten. Nou, dan weet je zeker dat die Groningers gelijk hadden in het doodschieten van die Vries. En dat verhaal werkt ook andersom, natuurlijk. Dus wat bemoeit die overheid zich mee? Ja, maar daar krijgen we een uitkering van. Dat is altijd heel fijn. Dan hoef je niet te werken en dan krijg je toch geld. Ja, concentrationslager. Anyone? En die Alan Watt die kan er hele leuke grappen over maken. Stil te staan bij die eenvoudige dingen. Weer een paar seconden Alan Watt. It's quite wonderful in a sense, in a very evil sort of way. If you look at the whole system, how it's been managed and manipulated. And so what they give you for news has got really nothing to do with the mechanisms that really govern your lives. Hoppa! Wat ze jou geven als nieuws heeft niets te maken met de manier waarop ze jouw leven sturing geven. Snel vertaald, vind je niet? They give you the ones that you think are governing your lives, like politicians, because you all think you're free, don't you? And therefore they give you little tittle bits and nonsense for news today, and lots of pictures, and a lot of funny things about pets, etc. All that kind of stuff, which is not news at all. And anything out of Hollywood, what the so-called actors and actresses, I don't call them stars, they're actors and actresses, whatever they're doing, that's not news to me either. It doesn't affect my life at all. Something that affects your life is more news than anything else. But you're not giving that anymore because you see you're supposed to just leave it to this big, invisible, I guess the ancient Akkadians had a picture of the governing gods all above you, this big dome, and above that was all the gods, and that's what governed you, you see. Today it's this thing called governance, and thousands of agencies of all kinds that your tax money is actually funding, and it's very lucrative to get into these agencies. All kinds of behaviorist organizations and neuroscientists and so on, stacks and stacks of them, all the way down to whole departments running the world's cultures, and how step by step they'll intermingle this group with that group, etc., and work their way through it, regardless of the consequences. In the meantime, it's just unfortunate, I've said before, you can't make an omelette without breaking eggs. And so all the chaos and that's going across Europe right now is just the breaking of the eggs. And it's just tough. We're not seen, you see, as really individual human beings at all.
we're seeing is just masses of people. Yes. Oké. Nu heb je geluisterd naar Alan Watt. Wij worden niet gezien als individuen. En dan, nu ga ik heel gemeen worden. Even kijken, oh, waar zat hij? Je geeft me de tijd wel even. Want ik heb hem gezien en hij stond op Facebook. Moet hij dan hier zitten? Ik had hem openstaan. Deze ook niet. Nou, terug naar Facebook. Geef me maar even de tijd. Je bent toch in slaap aan het vallen. Ik zal hem vinden hoor. Of stond hij op nu jij? Kan ook nog. Maakt niet uit. Het gaat over politieke, wat ze doen. Stel ik een mafketel als ze zijn. Scroll die scroll die scroll. Ja, dat Facebook dat loopt de hele dag vol. En waar was nou die? En maar doorscrollen. Het was een uitzending van de NOS. Ik heb het vandaag nog gezien op Facebook. Goeie Marokkaans was er of Turks? Nou, ik zit mijn hele Facebook voorbij te scrollen, dus jullie kunnen allemaal meekijken. Wat voor een gory shit ik de hele dag voor mijn ogen zie verschijnen. Het gaat mij erom dat ik Facebook wil gebruiken. Ja, nu ben ik te ver. Wat was dat nou? Waar zat die bitch nou? Nou. Homo, zeg ik even tegen mezelf. Geen gezeik, iedereen rijk. Nou is mijn toetsenbord uitgevallen? Nee toch. Homo computer. Shit, holy fuck. Oké, dan moet ik gaan afsluiten. Dan moet ik een... Oh, we komen weer in leven. Ha, wat leuk. Even kijken, hoe heet ze nou? Turkse atri... Turk... ...se... ...actrice... ...over... ...benen... ...die niet... ...van... ...jou... ...jou zijn... Even kijken of ik haar vind. Hoe heet ze? Die is het niet, die is het niet. Dit is een Google search les, hè? Was het deze? Even kijken hoor. Nee, deze was het niet. Ah, je moet graven. Deze is het. Even controleren of zij het is, hè? Ze hield een hele goede. Hoor. Een duidelijke. Hè? Ik hou van duidelijkheid. Even kijken of zij dat is. Ik denk dat zij dat is. Dus dan pak ik haar naam en ik kan hier niet selecteren. Fokker die fok, ik moet hem overtypen. Kijk hoor.
Harnaham. Oh, daar staat hem. Ja, gevonden. Even kijken. Ga ik eerst naar YouTube. Yep, en dan in de search van YouTube haar voor- en achternaam. En dan videos en reasons. Ik denk dat ik haar ken. Maar dit is niet wat ik wil. Overnieuw. Gewoon direct. Mijn search engine is by default Google. Mijn video's. Er was zat zo'n... Oh, dit gaat toch niet meer. Zo'n mislukte uitzending worden. Ik doe dan tools erbij. Want dat was recent. Past week. Oké, zo. Was het deze? Ja, deze is het. Even om het uit te leggen. U, westers publiek, en mensen uit de ik-cultuur en ik uit de wij-cultuur, zijn in één... Hier heb ik gelijk op te reageren. Ik meen zeker te weten dat zij een vriendin was van iemand die boven mij woonde in dit portiek. Ik meen zeker te weten dat zij een kind had op dezelfde school als ik. Een kind had. Sorry voor de oversturing. Zij spreekt over de westerse cultuur. Als de ik-cultuur en haar cultuur als de wij-cultuur. Mag ik daar even op reageren? Er is geen ik, er is geen wij. Er is de verzameling van de overgebleven kinderen van God. En hun komen, godverdoem mij, hier naartoe om ons te leren van wat? Een onderdeel wezenlijk anders. U heeft bij de geboorte eigen benen gekregen. Wie? U heeft bij de geboorte eigen benen gekregen waarmee u kon weglopen? Nee, hé. Hey. Mevrouw, hoe heet je ook alweer? Waarom heet je niet Gerbrina Hermans? Wat kom je ons de les leren? Dat ik benen heb gekregen om te lopen? Oh, wij moeten weglopen. Oh, haar idee is, wij komen hier naartoe, want wij zijn van de wij-samenleving. Wij zijn communist. En dat gedoe met Adolf Hitler, dat was communisme zoveelste versie, maar tegenwoordig is het verbeterd. Ga je gang, mevrouw, wat wil je nog meer zeggen? ...kregen waarmee u kon weglopen. Mijn benen... En ik hou ook niet van het woord u. Dat gaat ze maar in België lopen spreken. We spreken hier Nederlands. En geen Belgisch. Ha. In Amerika is het you en you en you en you. Jij, 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 jij. En geen oe. Dat is in het Brabants, kan ze zeggen. Dat is het woord hij. Met een zachte j. Wat wilde jij dan? Jij. Goed, ze kan geen Nederlands, maar ze komt uit Turkije, dus het zal het allemaal wel goed zijn. Zijn niet van mij. Deze benen zijn opgebouwd uit het deeg
en uit de regels van de gemeente. Homo. Wij hebben de 10 geboden en voor de rest kan iedereen onze rug op. En de verzameling der mensen formeel gaan organiseren met geouwe hoer, wat nergens op slaat, want in de Bijbel stond het al. En ik wil helemaal geen gemeenschap, want ik vind iedereen om me heen persoonlijk momenteel met uitzonderingen daargelaten te stom voor woorden. Niets behoort het ik toe. Die staat in dienst van het geheel. Niets behoort het ik toe. Dan steekt ze 2 vingers op. Deze mevrouw mag naar mij naar me toe komen, maar dan wel een paar vodka erin. En dan gaan we het er even over hebben wat ze net heeft gezegd. Zij gebruikte het woord niets en het woord ik. Dus wat zij zegt, taalkundig, God, taalkundig, dubbele punt, God behoort het ik toe. Sorry? Oh, zij wil zeggen dat God de baas is. En het goed vindt dat deze Turk mistig gaat lopen praten met 2 vingertjes omhoog om ons te vertellen, want wij waren toch zo dom om al die Turken hier naartoe te halen. En, oh, de Turken zijn hier en wij zijn Mohammedaan, maar wel vrij gevochten hoor. Ja, ga jezelf vrij lopen vechten in Turkije. Wij hebben ook last gehad van dat katholicisme. Maar wij hebben ons vrijgevochten voor een deel, hè, in ons eigen land. Waarom komen die Turken hier naartoe om zich vrij te vechten van het katholicisme in Nederland? En dan hebben we 2 vingertjes omhoog en ze weten dat ze werken voor de katholieken, maar daar zijn ze te stom voor om dat te begrijpen. Dus om überhaupt te kunnen weglopen... Wat? Überhaupt? Weglopen gaat met benen. Weglopen gaat met benen. Ja, want ik ben een hele intellectuele Turkse vrouw. En ik heb al in heel veel politieseries de Turkse vrouw uitgehangen. Want ik was een protesterende moslim. En ik maak dus zinnen zoals... met benen kan je lopen, daar maak ik een hele mooie poëzie van. Ja. Want zo ben ik. Uit het niets maak ik iets. Er zijn mensen die denken van, ja, er zijn heel veel mensen die niet weten dat ze met benen lopen. En ik kom met mijn Turkse mombakkers op tv om dat uit te leggen. Want die mensen lopen met benen. Ja, maar Perry, nou doe je net alsof je niet op je handen kan lopen. Ja, jij leugenaar, wordt de klas uitgestuurd en kom er terug als je je koffie op hebt met rum. Moet u eerst uit het niets eigen benen maken. En bij dat weglopen is een schuld. Geen schuld die gevolgd kan worden door vergeven. Wat? Sorry? Geen schuld die gevolgd kan worden door vergeving? Ja, ik ben een Turk en ik heb boven Perry Winkel gewoond en dat is waar. En ik was toen al, toen hij zijn kind op die school van mij had, van mijn kind. En toen liep ik met antiracistische... echt geweldige tekens dat ik helemaal antiracistisch was. En ik ga dus nu vertellen dat het hele christelijk dogma, dat kan je in je reet stoppen. Echt waar, joh. Ja, het punt is niet dat deze vriendin van de toenmalige bovenbuurvrouw met die mooie kuiten en die lekkere fiets... Maar ja, ik ben een Hollander qua fietsen en dan, ja.
En voor de rest ben ik katholiek. En die Hollanders moeten niet zo zeuren over al die verbrande personen. Want er is geen schuld die gevolgd kan worden door vergeving. Wat is dat dan? Wil deze bitch mij vertellen dat ik een schuld heb? Omdat ik het totaal niet eens ben met die aanslagen van 11 september en die leugenarij. En dat doet zij aan mij. Ik heb een hekel. Nee, ik heb geen hekel. Ik heb walging. Als het doorgaat, dan ga ik braken. En dat doe ik niet in mijn IKEA-bed. Nee, dat doe ik in haar gezicht. Hoe durft ze dit te zeggen? Hoe durft ze hier naartoe te komen? En dan ons christenen alle dogma te ontzeggen? Had ik dat moeten doen? Want als je mij loslaat op de Koran, mijn jongen, je geeft me 3 maanden de tijd. Ik fileer dat hele werk. En dan is het afgelopen ermee. De Koran is geschreven in een tijdsbestek van tientallen jaren, hooguit honderden jaren. Hooguit. Het is neoplatonisme. En deze debiel die denkt dat ze met haar neoplatonistische katholieke ding hier even in Nederland een mooie grote sier kan mogen maken. Oh, heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Nee, schuld die ruikt aan de dood. Dat is niet waar. Totaal niet waar. Want jij als mens, je hebt geleefd met kinderen. Je hebt geleefd met mensen die jonger zijn dan jij. Of je gaat voor die totale onthechting. En dat je altijd, dat lijkt een beetje zoals ik ben. Dat mijn eigen kind bijvoorbeeld, dat is mijn kind niet. Ja, maar jij hebt toch je penis in die vagina gedaan. Ja, het is mijn kind niet. Welke schuld? Sorry? Welke schuld heeft ze het over? Nou, zij is schuldig voor het feit dat ze meedoet met een organisatie die ons vertelt dat die 2 flatgebouwen op 11 september 2001 in Amerika, in New York, WTC, dat was haar geloofsovertuiging. En zij is dan protesterend tegen die geloofsovertuiging. Maar die geloofsovertuiging, jongens, zoals Osama Bin Laden en die 25 kornuiten, die hebben die 2 flatgebouwen opgeblazen. En zij gelooft dat. Zij vindt dat niet erg. Zij is een regelrechte overtreder van het zoveelste gebod van Mozes. En dan kan zij wel zeggen van ja, in de Koran wordt respectvol gesproken over Mozes. Ja, maar wees dan respectvol over Mozes. En gij zult niet liegen. Punt. Oeh, dat ging fout. Onvergeeflijk, want de gemeenschap is iets afgepakt. Dus deze strijd is net een andere strijd. De gemeenschap heeft doorlopend, direct, indirect, in het openbaar tot mij gesproken. Mij ongevraagd gecontroleerd als ik bij de tramhalte stond. Mij ongevraagd bespied op mijn weg naar school, van school terug naar huis. Mij waargenomen, op mij geprojecteerd. Want ja, mijn benen, mijn armen zijn zij. Mijn woorden zijn zij, mijn gedachten zijn zij. Wij zijn tot elkaar veroordeeld. In hun voortbestaan bedreigd als dit ik, dat geen ik is, maar wij, onbespied een andere wending neemt. Dan word ik gezien als een kankercel. Want in plaats van het organisme, het systeem te dienen, woeker ik. Dus moet ik uitgeroeid. Mijn openbare leven speelde zich af binnen hun territorium. Wie is de fucking hun? En deze uitspraak, nu spreek ik in het openbaar, dat is een gevaar. Ja, dat rijmt en het slaat nergens op.
Maar ze staat toch fucking op YouTube? En wie is hun? Laat die bitch een Bijbel lezen. En de waarheid gaan vertellen. Zij moet zeggen tegen het publiek waar ze nu staat. Jullie worden de hele tijd voorgelogen. Net als Alan Watts, die ik net heb laten horen. Hier gaat het om. Ze zitten jullie in slaap te wiegen. Met mooi uitziende Turkse klojo's. Die bullcrap vertellen. En handgebaren maken. Alsof we doof zijn. Ja, dat is mijn mening over deze uitzending. Dat is een gevaar. Maar juist in deze openbaarheid. Zullen wij onszelf opnieuw tekenen? What the fuck? Maar, daar begint het. Hoezo het woord maar? Daar hou ik niet van. Net als een woord tenzij of een woord omdat. Disrespectful naar je publiek. Alsof wij geen Nederlands kunnen. Maar zij projecteert haar onkunde van Nederlands op ons. Dus ze denkt dat ze tegen debielen spreekt. Maar ik ben geen debiel. De laatste keer dat ik het vrije wil, toen ik met een kater wakker werd, dacht van kom, ik ga een IQ-test doen. En dat was 130. En er stond dus zo'n button. Het is mogelijk meer, maar dan moet je je registreren. En toen dacht ik, laat maar zitten. Ik ben geen debiel. En zij begint met het woord maar. Hoezo maar? Maar wat? Zeg wat je wil zeggen. Deze bitch kan geen Nederlands. En laat haar dan de kop houden. En dan kan je zeggen tegen, ja, maar Mark Rutte kan ook in Nederlands, want die loopt ook de hele tijd uit zijn nek. Ja, Mark Rutte ook zijn bek laten houden. Ophouden met het gouden hoer en de trein die rijdt als die jongens de diesel erin hebben gedaan of de whatever, dan rijdt de trein wel. En Nederland gaat heus wel door. En die kippenboeren die laten al die kippen zwanger laten maken door de zoveelste haan die overgebleven is van de slachtpartij. Maar dat werkersvlees geeft dat ook wel goud. Deze bitch moet weg van Nederland. Terug naar Turkije. Of Marokko. Want dat kan ook. He, al die Marokkanen zijn hier naartoe gekomen. Allemaal stukken grond is daar leeg in Marokko. Nou, deze bitch er naartoe. Ga daar maar tomaten kweken. Zorg. In plaats van te ouwe hoeren. En handgebaren te maken. En dat is best een lekker ding. Tot elke afzonderlijke schakel van deze keten. Wie ontvangt het kind dat uitgroeit tot een man die van andere mannen houdt? Wie ontvangt het kind dat anders is? Wie ontvangt al deze kinderen? De goddelozen, hun ouders. Waar is die ruimte? Ik heb ook een god. Sorry. Nu gaan we serieus worden. In het Oude Testament. Dat is het boek van de Joden. De wet en de profeten. Daarin staat het verhaal van Sodom en Gomorra. En zij wil dat ontkennen. Met nieuwerwetse no-speak bullcrap. Ik vind het fijn voor haar dat haar haar zo goed zit. Die handgebaren zijn prima. Maar zij heeft een god en die zegt dat Sodom en Gomorra mag. Denk ik nu, hè? Dus oh ja, die Joden die zat een beetje te zeuren over sodomie en gemor. Want iedereen zat te klagen. En Jan en alle man gingen met mekaars dochter naar bed. Dat was toen een gezeik, maar haar God zegt wat anders. Wat voor God is dat dan? Laten we even luisteren. En die zegt andere dingen. Zoals mijn moeder hem aan mij heeft geschetst. De alziende grote straffen. Ik weet nog precies waar ik stond. Ik was 16, bij mijn bed in mijn slaapkamer. En ik zag al die beelden.
En ik voelde in mijn hart... Sorry? Nee, dat kan onmogelijk. Zij zag al die beelden? Van wat? Ik ben de Heere uw God. Verwar mij niet met anderen. Nummer 2. Kniel niet voor een beeld. En wat doet zij? Ze heeft geknield voor een beeld. En dat dacht ze? Mogelijk God zijn. God moet groter zijn dan dat. Daar hebben wij misschien een verschil van mening. Deze traditie, deze cultuur, deze gemeenschap waar ik uit voortkom, valt niet te claimen door de meest vrome. Ik laat mij niet tot een vreemde maken. Ik zal het mede vormgeven voor de komende generaties. Wat? Wat? Wat is haar God dan? Zullen we even terugpakken? Toen ik echt geïrriteerd werd, hè? Daar hebben wij misschien een verschil van mening. Deze traditie, deze cultuur, deze gemeenschap waar ik uit voortkom, valt niet te claimen door de meest vrome. Ik laat mij niet tot een vreemde maken? Waar heb je het over, mevrouw Turkse mooie vrouw? Hoezo een vreemde? Christus Jezus is op zoek naar jou. En als je hem gevonden hebt, als hij jou gevonden heeft, of God jou gevonden heeft, hetzelfde, dan ben je binnen. En voor de rest is het geouwe hoer. Stel je voor dat ik hier zou staan, met mijn lelijke hoofd en mijn dikke bril, in Istanbul. Ik ben een christen. Ik vind dat alle kinderen kinderen van God zijn. Ik vind dat je mag niet seks hebben buiten het huwelijk. Je mag niet zomaar doden. Je mag niet liegen. En ik voel mij een vreemde hier in Turkije. Maar ik denk niet dat ik dat mag, hoor, op de Turkse tv. Mag ik op de Turkse tv vertellen van de wetten van Mozes? En dat ISIS, het hele gedoe, het zijn schijn Mohammedanisten. Nee, dat mag je niet zeggen. Maar deze Turk, die mag wel ouwe hoeren over Nederlanders. Mij niet tot een vreemde maken. Ik zal het mede vormgeven voor de komende generaties. Nou, liever niet. Liever heb ik jij dat jij jouw Turkse mooie dinges lichaam wezen, dat je aan jouw generaties laat zien van ja, we zijn naar Nederland gegaan, maar er zaten allemaal christenen en die hebben al eeuwenlang ruzie met ons volk en wij vermijden de ruzie, want wij zijn boeddhistisch geworden en zeggen een vermeden strijd is een gewonnen strijd, dus wij gaan terug naar Turkije of Marokko. We laten die christenen met rust. Die rationalisten. En communistisch gezeik over dat Mark Rutte best wel goed is, hoor. Homo. Het is mijn geboorterecht en mijn plicht. Ik wil eindigen met een wet waar mijn moeder, een diepgelovige, prachtige vrouw, naar leeft. Ik kan, wil en zal over niemand oordelen. Dat is iets tussen diegene... Ja, dat staat in Johannes 1, vers 1. Nee, zeg ik fout. Matthäus 7. Dus haar moeder was akkoord met de Bijbel. Mooi zo. En zijn schepper. Her koyun kende bajandan aslı. Elk schaap wordt aan zijn eigen benen opgehangen. Dank u wel. Een stomme poëzie. Er staat ergens in het Nieuwe Testament, je moet vrouwen niet laten spreken in de kerk. Want dan krijg je dit soort onzin, namelijk. Dat staat in de Bijbel. Die wijven bek houden.
Elk schaap wordt aan zijn eigen benen opgehangen. Wat is dat voor een porno-uitspraak? En denk je dat mijn vader dit goedkeurt? Want het schaap, het lam, is dat dus. Dat is het lam van God, dat is God zelf. Elke god wordt aan zijn benen opgehangen. Ja, ga alsjeblieft, word lid van de katholieken. Dat ben je trouwens toch al. De protestantisme vind ik ook maar zo. Want de meeste protestanten die lopen als schaapjes aan achter Babylon. En zij ook. Ja, maar ik ben een mooie Turkse vrouw en ik heb uitzendingstijd en daar verdien ik ook wat geld mee. Ja. Ja, goed, maak je familie gelukkig. En rot op naar Turkije. Going back to my roots, yeah. En wij zijn hier van het Westen. En geen poëtisch geouwe hoer terwijl je het over politiek hebt. Een scheiding tussen kerk en staat, AUB. En zij wil de kerk en de staat verenigen met gezeur over haar moeder die een diepgelovige vrouw was. Wat maakt mij dat uit? By their fruits you will know their name. Oh, ze heeft nooit veel gedaan, maar het was wel altijd vanuit een goed hart, alleen haar lukte nooit wat. Ja, en soms was ze een beetje lui. Ja, wat maakt het uit dat je diepgelovig bent? Heb je kippensoep gemaakt voor de hele familie? Heb je gedacht om vanillevla voor de kleintjes? Heb je gedacht om iets van tevoren? Kaas of zo? Zalm? Een voorgerecht? Heb je de witte wijn geregeld? Heb je goed doorgegeven waar het was? Zonder dat de gasten moesten zoeken? En aan een sukkel zoals ik, want dat heb ik ook meegemaakt, dat van die gasten zeiden van, ja, waar is het nou? En ik moest helpen. Wat zijn de vruchten van je daden? Wat zijn de vruchten van haar daden? Dat zij een diepgelovige moeder heeft? En ze woont in Nederland en gaat ons vertellen hoe zij met haar Turkse mentaliteit het communisme hier in Nederland gaat verbeteren op onder andere mijn kosten. Een belofte, belofte, belofte. En belofte maakt schuld. Dus zij gaat maar laten zien hoe het moet. Zij gaat maar laten zien dat de benen gevoed moeten worden. Dus weg met die BTW. Zij gaat mij een dag vertellen dat ze het boek Daniël van de Joden gelezen heeft met respect. Zij gaat mij vertellen dat het rondlopen rondom een zwarte kubus idolaterie is. Je kan beginnen met een curry en dat recept heet koop, hondenvlees, pens bijvoorbeeld, pens van de koe. In de diepvries verpakt, van het dikke plastic. Laat die pens in de vensterbank liggen. Bij een mooie volle augustuszon. En dan verse tomaten, een mooie harde ui, een goede harde knoflook. Een gember uit de diepvries die je raspt. Een fijne tomaat. En die tomaten die ga je eruit koken. En je houdt die kleine tomaatjes, die ga je in hele dunne plakjes snijden. En die gaan er als laatste bovenop een mooie curry maken, man. Met bedorven pens. Dat is hondenvreten. Zoals Friedrich Nietzsche zei, er zijn twee redenen van bestaan. De eerste reden is dat je liever slaaf bent. En die andere reden is dat je liever bang bent.
En als ik het fout gezegd heb, dan mag je me aanklagen. En het adresnummer is www.denederlandserechtbank.nl. Ik beschuldig Perry van liegen. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. Ik heb het toch netjes verteld. Ah, jullie gaan lekker achterover liggen en denken, hé. Eindelijk is dit gezeur voorbij. En op zijn hamburgers, dat moet ik zeggen, zag ik tjuhus. En dag liefers.